Maatregelen binnenlandse zaken in verband met COVID-19-virus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt bij deze mee dat de training aan kandidaat stembureauleden sinds 13 maart 2020 is opgeschort voor 2 weken. Dit besluit is genomen als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van COVID-19-virus. Voor de dienstverlening vanuit het Centraal Bureau voor Burgerzaken en alle andere bureaus voor burgerzaken zijn er ook voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij deze instanties zullen er steeds een beperkt aantal burgers worden toegelaten. Aan de samenleving wordt gevraagd om zich zoveel mogelijk aan de aangepaste voorschriften te houden. De training aan kandidaat stembureauleden begon op 14 februari in de districten Para en Kommewijnen. In de afgelopen weken zijn er honderden personen in verschillende districten, waaronder Paramaribo, Marowijne, Koroni, Saramaka, Wanica en Brokopondo getraind. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.